Goedemorgen allemaal. 9 uur, tijd om weer live te gaan. Live sessie nummer 128 alweer. Mijn naam is Helga Tijdeman van Financieel Blij. En ik neem jullie mee in mijn live trade sessie. En er komt net op de valreep komt er een melding binnen. Dus daar gaan we in eerste instantie even naar kijken om te zien of we daar eventueel op kunnen traden. ADA USDT op de 3 minuten. En je ziet dat hij al flink aan het stijgen is, al direct. Ik kijk even hoe ver hij al is. Hij zit al een heel eind. Ik ga heel even kijken als ik zou instappen waar dan mijn TP gaat komen. Ja, eigenlijk ver boven de MA20. Dus even zien hoor. Hij komt daar wel steeds omhoog. Hij is hier nog bij de bovenste band geweest. Hier nog, daar nog. Komt wel steeds hier om die MA20 lijn heen. Prijs gaat nu iets naar beneden. Ik ga hier instappen. Ik ga wel even opnieuw mijn order uitzetten. Anders zou je denken van, hey, wat is dit? Hoe doet ze dat? Nou, ik ga instappen voor de askprijs en ik stap in voor standaard $25. Daarnaast ga ik een take profit nemen, dus een verkoop zetten op 0,7%. En ik zet een standaard stop los op -10%. Voordat ik instap, klik ik nog heel even op de askprijs. Activeer mijn order. En we zitten inmiddels in deze trade. Nou, gaan we maar gelijk even noteren in ons logboek. En het is vandaag 4 maart. En je ziet, ik ben in de maand maart niet met een nieuw logboek begonnen. Want dit logboek wil ik 100 trades in maken. Dus vandaar dat ik niet nu op een nieuwe maand een nieuw logboek ben begonnen. Daar heb je diverse systemen in. Daar kom ik zo meteen wel heel even op terug. Even deze invullen. 9:03. Ja, je zou kunnen zeggen, ik neem gewoon een logboek en dat hou ik per maand bij. Dus van de eerste tot de laatste van de maand kijk ik ook gewoon hoeveel trades ik kan zetten in een maand. En rond ik gewoon iedere maand af en weet ik of ik die maand winstgevend ben geweest of niet. Dat zou je kunnen doen. In principe heb ik dat eigenlijk heel lang altijd gedaan. Gewoon iedere keer per maand afronden, nieuwe maand, nieuw logboek. Maar ik werk tegenwoordig altijd in sessies van 100 trades. Dus ik maak een logboek voor 100 trades. En na die 100 trades maak ik mijn analyse. En vanuit die analyse pas ik mijn tradeplan aan. En start ik ook een nieuw logboek. Dus ik doe iedere 100 trades een nieuw logboek. Dat kan dus wel gebeuren dat ik soms in 1 maand 3 tot 4 logboeken heb. Ik zet ongeveer 100 trades in de week. Maar ik weet dat er heel veel mensen daar niet aankomen. Vooral niet als je het doet naast een fulltime baan, een gezin. Noem maar op, 100 trades in de week is best hard doorwerken. Zou je misschien 100 trades in de maand kunnen doen, dan heb je ongeveer ook 1 logboek in de maand. Kijk voor jezelf wat jij voor jezelf het makkelijkste vindt. Maar sluit jij je logboek af, hetzij naar het eind van de maand, hetzij na 100 trades, doe dan altijd even een analyse. Hoe zijn deze trades geweest? Welke trades moet ik nakijken? Waar zaten mijn verliezen? Waar zaten de winsten? Waar zat een hele lange trade? Een hele lange trade kijk ik ook vaak even na. Heb ik opmerkingen bij de trade gezet? Moet ik daar even naar kijken? Wat zijn voor mij verbeterpunten? Wat zijn voor mij punten die ik kan of moet aanpassen om uiteindelijk winstgevend te worden of te blijven? Dus aan het eind van jouw logboek altijd analyseren. En of dat nou 1 keer in de maand is of aan het eind van de 100 trades,
Bouw daar voor jezelf een systeem in. Bouw daar ook wat regelmaat in. Nou, we zijn in een trade. We gaan zien wat het gaat worden. Maar ik wil nog heel even terug naar de Bitcoin. Dit is de 1-uren chart. En ik ga heel even de indicatoren uitzetten. Want dan kunnen we het gewoon wat beter zien. Nou, de Bitcoin op dit moment $64.141. En de all-time high voor de Bitcoin, die staat op, heb ik hier, kijk, 68.991. Hij is er bijna. Donderdag was ik best wel positief en zei ik, nou, wie weet, gaat hij dat het weekend wel behalen? Nou, hij is in ieder geval flink op weg, heeft het nog niet gehaald. Maar wat hij nu aan het doen is, ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Kijk, dit is leuk om te zien. Tenminste, als jij geïnteresseerd bent in de Bitcoin en je hebt geïnvesteerd in Bitcoin en je bent gewoon een Bitcoin hodler. Hè? Je hebt Bitcoin aangekocht en je hoopt dat die in prijs gaat stijgen. En als die hoog genoeg is voor jou, hè, dan wil je misschien wel een deel verkopen. Dan zijn dit leuke dingen om te zien. Al die verhogingen, lange groene candles, ideaal. Maar als trader zijnde zie je dat liever niet. En vooral iemand die treedt op de stopmethode, ja, die kan niet zo heel veel met dit soort momenten, omdat het heel veel onrust geeft in de markt. Vooral bij de altcoins. Hè. Bitcoin trekt ook de altcoins met zich mee. Altcoins worden wat onvoorspelbaarder. Niet dat ze voorspelbaar zijn hoor, want crypto is gewoon onvoorspelbaar. Maar ja, dat brengt een beetje onstabiliteit met zich mee. Maar zo'n periode als wat je hier ziet, deze aantal uren, dat is ideaal om op te traden. En dat zie je dus ook wat er hier is gebeurd. Eigenlijk vanaf hier, hier heb je dan nog wel even een beetje een dipje, klein dipje. Maar vanaf hier is het gewoon ideaal om te traden. Dit was natuurlijk weer in het weekend. Dit was 29 februari, 1 maart. 1 maart, dat was vrijdag. En het weekend was het weer ideaal trade weer. Nou, het lijkt hem bijna een beetje saai te worden. Maar volgens mij zeg ik dat iedere maandag. Afgelopen weekend was het ideaal om te traden. En ik heb ook behoorlijk wat tradejes kunnen zetten. En vooral op zondag. Dan zit ik ook gewoon heerlijk ontspannen te traden met een laptopje op de bank, op schoot. En dan ben ik mijn tradejes aan het zetten. Ondertussen, voor de mensen die mij misschien wat beter kennen, ik ontwerp ook nog haakpatronen. Dat is een totaal ander iets. Maar ondertussen heb ik mijn laptop naast me staan met de trade uit en zit ik ondertussen te haken. En zo, dat is voor mij ontspanning op de zondag. Maar op de maandagochtend begint het werken weer. En dan ben ik weer op een hele andere manier met het traden bezig. En moet ik ook een tweede scherm hebben, terwijl ik die niet eens mis als ik op de bank zit. Maar als ik dan wat meer gefocust ben op de trades en wat meer achtergrond ervan wil weten of meer aan het charten ben, dan wil ik gewoon een tweede scherm erbij. En dan wordt het in één keer werken voor mij. Want traden is ook een serieuze baan. En wil je echt winsten gaan maken, neem dan je trade carrière ook echt wel serieus. Want als het een hobby blijft, dan worden de inkomsten blijven dan ook vaak een hobby. Dus pak het serieus aan. Hè? Waar ik ook al mee begon, serieus je logboek bij gaan houden, je logboek gaan analyseren en serieus naar de trades kijken. Ik pak weer ADA erbij. Ik zet mijn indicatoren weer aan. En we zien dat hij nu inmiddels boven break-even staat. Dus staat in winst. We gaan zien wat het gaat worden. En ik pak tijdens het koffiedrinken even gewoon lekker even de chat erbij. Yves was er al lekker op tijd bij. Goedemorgen iedereen. Zeg Yves, goedemorgen Yves. Erik, goedemorgen.
Karin natuurlijk, die was alweer paraat. Goedemorgen. Annona. Goedemorgen. Crypto Kane. Goedemorgen. Marco, goedemorgen. Connie, ook goedemorgen. De moderator, Connie, moderator, die ons vandaag komt helpen. En alvast, zal ik vast verklappen, volgende week kunnen jullie weer genieten van de training skills van Connie. Mo, goedemorgen. En Marco zegt ook, duimpjes kunnen gezet worden. En waardeer je het live traden? Doe dan even een duimpje zetten. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die zoeken naar live trade sessies. Wordt zo'n live trade sessie gewaardeerd met duimpjes, dan is YouTube eerder geneigd om dit te tonen bij zoekresultaten. Dus je helpt niet alleen ons ermee, maar ook zeker mensen die zoeken naar live trade sessies. Hij was er bijna, dat zag je. En als je dit ziet, ik zal hem heel even iets inzoomen. Als je dit ziet, hè, hier zie je een wick die tot hier is gekomen, net iets onder je prijs. Dan moet je op je handen gaan zitten. Want ik weet dat dit gedaan wordt. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. En heel af en toe ben ik ook nog wel eens geneigd om te doen. Maar ik doe het niet. Ik ga op mijn handen zitten. Verschuif jouw verkooporder niet. Het is heel verleidelijk om dan te zeggen van, oh, ik zet mijn verkooporder heel iets naar beneden, want dan word ik in ieder geval gevuld. Niet doen. De prijs komt vanzelf alweer terug en zo niet, dan niet. Maar je hebt van tevoren, heb jij een bepaalde analyse gemaakt. En die analyse is gemaakt op het verleden van jouw trades. Vanuit daar heb jij je tradeplan gemaakt en in jouw tradeplan staat dat jij je verkoop, in mijn geval dus, op 0,7% zet. Dan laat je hem ook staan op 0,7%. Pas als er een bijkoop gedaan gaat worden, dan mag je aan die verkoop gaan schuiven. Dan mag je hem op een andere plek zetten. Eerder niet. En dat helpt jou om aan je tradeplan te houden. En zoals nu, je ziet ook, we worden ervoor beloond, want de prijs is inmiddels gevuld. Nou, ik maak gelijk even een screenshot. Ja, ik maak een linkje aan. Ik pak mijn logboek erbij. En we hebben geen bijkoop gehad. We zijn ook niet gaan jojoen. En ons saldo is nu 2,5314. En we waren uit de trade op 9:14. Moet ik heel even iets breder maken. Zo, en hier zet ik mijn linkje neer. Heb ik deze trade weer afgerond? Nou, 0,07% is dit op mijn gehele portfolio geweest. Omdat ik natuurlijk maar met 10% van mijn portfolio instap. En vooral in het begin, kijk, dit is natuurlijk maar een heel klein startsaldo. Hè? Ik ben hier gestart met $250. Kijk natuurlijk ook naar wat is je startsaldo en wat levert het op. Maar belangrijk is, kijk naar de percentages. Kijk, 17 cent, wie wordt er gelukkig van 17 cent? Nou ja, ik wel, als ik een heleboel trades zou hebben waar ik 17 cent iedere keer op verdien. Ja, als er een of andere bot op zou staan die continu maar 17 cent genereert. Nou, dat kan best wel eens mooi aantikken. Maar kijk niet naar het bedrag. Want hè, mijn startsaldo is natuurlijk ook maar heel laag. Maar kijk naar de percentages wat je behaalt op een trade. Hoe lang waren we nou in deze trade? 11 minuten. Tijd om naar de volgende te gaan. Helaas is er op dit moment nog geen nieuwe melding. Maar ja, sta je niet blind op wat het saldo is wat je verdient, maar kijk naar de percentages die je verdient. En vergelijk jouw traden
ook niet en het resultaat ook niet met het traden van een ander. Nu hadden we 0,07% op ons gehele portfolio met maar 10%. We hebben dus maar met 10% van ons portfolio een risico gelopen. Uiteindelijk, als dit een verliestrade zou worden, stel je voor, de prijs ging in één keer naar beneden en we werden uitgestopt op min 10, want we hadden onze stoploss op min 10 staan, hadden we 1% verlies op ons portfolio. Nou, dat is makkelijk te leiden. En vooral met deze strategie, deze winrate op deze strategie is heel erg hoog. Ik heb zelf een winrate van ongeveer 98%, tussen de 95% en 98%. De gemiddelde is een winrate eigenlijk allemaal boven de 85%. Dus de winrate op deze strategie is heel erg hoog. Dus je kan ook best wel een wat hogere stoploss handelen. Maar sta je niet blind op iemand anders die een totaal andere trade methode doet. Bijvoorbeeld een swing trade methode. Die zegt bijvoorbeeld van, nou ja, maar ik heb wel 5% winst op één trade. Ja, maar dat is misschien wel een trade waar je budget dagen en zo dan niet misschien wel weken in vast zit. Want swing traden, dat houdt in dat je stapt in een trade, hè, je koopt munten aan en je bepaalt op welk plek jij bijvoorbeeld weer verkoopt. En of dat nu een dag is, 2 dagen, een week, 2 weken, 3 weken, 4 weken. Ja, dat zij zo, je geld staat daarin vast en wacht uiteindelijk op de juiste TP. Dan levert die trade inderdaad 5% op. Maar misschien heb jij wel in 2 of in 3 dagen 5% bij elkaar getraden door misschien wel 20, 30 tradejes te doen. Allemaal hele kleine, korte trades. En dan levert het jou misschien ook wel 5% op. Alleen je hebt daar wel wat meer trades voor moeten zetten. En elke trade methode heeft daarvoor ook zijn eigen eigenschappen, zijn eigen voor- en nadelen. Kijk, in een swing trade zit heel lang je geld vast. Staat eigenlijk heel lang ook je geld stil. Nou, dat is niet helemaal waar, want als een munt klimt, dan klimt je, hè, dan gaat de waarde van jouw budget ook omhoog. Maar je geld zit langer vast in een trade. En ben je aan het daytraden of aan het scalpen, dan maak je gewoon veelvuldig kleine korte trades. Ben je aan het daytraden of scalpen, dan houdt het vaak wel in dat je meer tijd daaraan moet besteden. Ik kan niet met een half uurtje per dag mijn dagdoel bij elkaar traden. Daar heb ik zeker wel 1,5 tot 2 uur per dag voor nodig om mijn dagdoel bij elkaar te traden. En mijn dagdoel is zeker 2,5% per dag te halen. En dat dagdoel ligt hoog. Heb je als dagdoel 1%, houd er dan ook rekening mee. Je treedt nog niet zo heel lang en je kan niet in meerdere trades tegelijk zitten. Dat je daar misschien ook wel zo'n 1,5 tot 2 uur per dag mee bezig bent. En dat kan niet versnipperd over de dag plaatsvinden. Dus nu een kwartiertje, dan eens een half uurtje, dan weer eens een half uurtje. Nee, het zijn vaak uren die je achter elkaar moet investeren. Dat houdt eigenlijk scalpen en daytraden in. Daarentegen swingtraden volstaat met nu even een kwartiertje charten. Nou, als je weer even 20 minuten de tijd hebt, even kijken, is het toevallig een instapmoment? Je zet wat alerts uit, even laten een keer reageren op een alert. Dat kan veel meer verspreid over de dag. Dus het heeft voor- en nadelen of je nou daytrader bent of swingtrader. Eens even zien. Ja, Connie die zegt ook al, hè, van de scanner waar ik mee werk, dat is de Cyan-scan. Dat is, ik zal hem heel even in beeld laten zien. Dat is deze. En die heb ik op dit moment ingesteld op USDT. Dat is mijn basismunt waar ik mee aan het traden ben. Dus die heb ik aangevinkt.
Ik heb de Stog MBB Oversold heb ik aangevinkt. Dat is onze stopmethode. En alleen voor de long posities. Want we treden op een spot wallet. En daar kan je in principe alleen maar long posities nemen. Of je moet de munt zelf in je bezit hebben. En dat is bijvoorbeeld, sommigen doen dat bijvoorbeeld met Bitcoin. Dan hebben ze Bitcoin ook nog in bezit. En dan nemen ze met Bitcoin bijvoorbeeld een short positie. Nou, wat is nou een short positie? Dat is, je verkoopt je munt voor een hoog bedrag. En je probeert voor een lager bedrag die munt weer terug te kopen. Of voor hetzelfde geld meer munten terug te kopen. Nou, inmiddels zien we dat we een melding hebben. KD USDT op de 3 minuten. Ik pak zo meteen de scanner er nog wel even bij. Als ik zo meteen klik hier op dit AllTrady logootje, dan opent hij heel vervelend een nieuw tabblad. Die sluit ik ook gelijk weer af. Maar wat er prettig is, hij opent ook gelijk de juiste chart in AllTrady. Ik doe dit heel even op een ander scherm. Want anders opent er te veel op één scherm. En dan raak ik zo meteen mijn overzicht kwijt. Maar zoals je ziet, KDA USDT opent dus in dit scherm. En we gaan even kijken of deze voor ons nu instapwaardig is. Nou, je ziet hier de candles hier sluiten onder de band. Nou, dat is juist. Je ziet hier beide lijnen in oversold gebied. Nou, daar zijn we ook heel blij mee. Alleen, ze hebben elkaar nog niet gekruist. Nou, daar willen we nog even op wachten. We willen eigenlijk wachten totdat die blauwe lijn vanaf onderen die rode lijn doorkruist. En dan ook gelijk weer richting niemandsland gaat. Dan hopen we dat er hier een groene candle ontstaat. Ja, en dan is die voor ons instapwaardig. Ik weet dat de breedte van de bonnetje band breed genoeg is. Omdat ik dat zo heb ingesteld in de scanner. Maar deze is 3,5% breed. Maar niet helemaal. Want ik moet wel juist meten. 3% breed is deze. Hij moet minimaal 1,5% breed zijn. Want waarom ga ik nou uit van 1,5%? Nou, ik wil een winstmarge halen van 0,7%. Maar ik wil ook zo rond die MA20 lijn mijn verkoop kunnen zetten. En het liefst eronder. Kijk, mocht hij een keer er net iets boven gaan en ik zie dat hij wel iedere keer boven die MA20 lijn komt, vind ik het niet erg. Maar het liefst wel zo net onder die MA20 lijn wil ik mijn verkoop kunnen zetten. Als ik dan een bredere of een smallere band zou hebben dan 1,5%, dan lukt dat sowieso al niet meer om daar een verkoop neer te zetten. Dan komt die verkoop al halverwege die bovenste helft van de bolletje band, of misschien wel boven de bolletje band uit. Nou ja, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. Dus daarom moet die op voor mij, om een juiste winstmarge te kunnen halen, minimaal 1,5% breed zijn. Nou, je ziet nu een groene candle ontstaan. Het is eigenlijk nog maar een hele kleine candle. Blauwe lijn kruist op dit moment de rode lijn. Maar ik wil nog wel even, kijk, want het is nog een beetje onzeker. Deze candle kan nog alle kanten uit. Hij duurt ook nog 2 minuten, hè, deze candle. Dus ik kan hier nog niets op baseren. Er kan in 2 minuten tijd nog van alles gebeuren. Wordt deze een groene candle? Wordt het een rode candle? Blijft het misschien wel een plat streepje? Want dat zou ook nog eens kunnen. En wat gaat deze blauwe lijn doen? Want je wil toch wel dat die richting niemandsland gaat. En anders kan je beter gewoon even wat wachten. En je hoorde net ook al een nieuwe melding op de scanner binnenkomen, maar het is dezelfde munt. Want ook deze, kijk, de eerste melding was gebaseerd op deze candle. De melding die we nu binnenkregen is gebaseerd op deze candle. Nou, je ziet al dat die iets groener wordt. Deze gaat al iets verder omhoog. Maar we hebben nog ruim 1 minuut en 15 seconden.
En ik neem altijd pas een beslissing in de laatste 30 seconden van een candle. En als dat ook nog onzeker is, dan wacht ik tot die candle af is en neem ik pas mijn beslissing in de volgende candle. Eens even kijken. Nou, dus we zitten in de laatste 20 seconden. De candle is groen. De blauwe lijn, nou ja, doorkruist wel de rode lijn. Liever zou ik zien dat die gewoon nog iets hoger zou zijn. Maar ik ga wel instappen. En waar baseer ik nu op mijn instap? Omdat ik nog een bijkoopmogelijkheid heb. Ik zou het niet erg vinden als deze munt zometeen nog eens even gaat zakken en ik zou één keer kunnen bijkopen. Dat zou ik niet erg vinden. Dus vandaar dat ik nu gewoon ga instappen. Zou ik traden zonder bijkoop, dus puur met maar één instap, dan ben ik wel wat voorzichtiger met traden. Dan wil ik echt wachten totdat die blauwe lijn in tegen niemands land aan is of er net in is. Dus tast dat voor jezelf af. Hè? Doe je met of zonder bijkoop. Kijk dan of je ook zou instappen, ja of nee. Nou, ik stap weer in met $25 voor de askprijs. En ik ga voor 0,7. En ik zet mijn stop los. Mijn eerste stop los dus zet ik op min 10%. Ook omdat ik maar met 10% van mijn budget instap. Voordat ik instap, klik ik nog even op ask. Dus bij mijn eerste instap, ik stap ook maar met 10% van mijn budget in, dan kan makkelijk mijn stoploss op min 10 staan. Word ik uitgestopt op de een of andere manier, doordat er in één keer een drop komt, heb ik maar 1% verlies op mijn budget. Als ik straks een bijkoop doe, dan stap ik weer, of dan koop ik bij met weer $25. Laat ik mijn stop los gewoon op die min 10 staan, dan is het max wat ik kan verliezen op mijn budget is min 2%. En dat is voor mij ook wel de max. Meer wil ik ook niet. Ik hou dat dan wel in de gaten. Stel je voor dat die prijs blijft dalen, blijft dalen, blijft dalen. Dan is er voor mij ook weinig twijfel over, zeg maar. Dan stap ik ook uit die trade. Doe ik een tweede bijkoop. En die tweede bijkoop, die doe ik met $75. Dus ik stap in met 10% van mijn budget. Ik doe de eerste bijkoop met nog eens 10% van mijn budget. En de tweede bijkoop, die doe ik met 30% van mijn budget. Waarom verdeel ik dat op die manier? Dan zakt de break-even line gewoon veel verder naar beneden. En heb je eerder kans om weer uit die trade te komen. Als ik mijn tweede bijkoop heb gedaan, dan verplaats ik mijn stoploss naar min 4%. Ik zit er dan maar met de helft van mijn budget in. Dus word ik op dat moment uitgestopt, dan heb ik maar een verlies van 2% op mijn gehele budget. Dus het 2% is echt de max wat ik wil en kan en mag verliezen. Dus hou die stop los, hou je risico goed in de gaten. Vooral mensen die bijvoorbeeld op swing traden, price action of wat voor een ander trade methode ook aan het traden zijn, die werken met een positieve RR. En een positieve RR, risk-reward ratio, dat betekent dat jouw stoploss eigenlijk nooit meer mag zijn dan de winst die je kan behalen op één trade.
Wij werken met de stopmethode met de negatieve RR. En dat is dus jouw stoploss is hoger dan de winst die je hebt op één trade. Maar de winrate op jouw strategie, dus de aantal winsten, hè, de aantal trades die jij met winst afsluit, is bij de stopmethode vele malen hoger als bij een vaker methode met swingtraden. Ik doe zelf ook wel aan price action of aan crossover swingtraden, noem maar op. Dan ligt mijn winrate vele malen lager. En dan kan je niet werken met een negatieve stoploss. Dan moet je echt een stoploss hebben die kleiner is dan jouw winst op de trade. Anders kom je onderaan de streep met verlies uit. Dus hou dat heel goed in de gaten. Eens even kijken. Wat wou ik net nog laten zien. Nou, we zitten gewoon in deze trade. Ik pak nog heel even de scanner erbij. Dat was ik net even aan het vertellen. En je ziet ook dat we weer een melding hebben gekregen op die KDA. Dat zijn dus nu al 4 meldingen op een rij. Dat houdt dus ook in als we gaan kijken dat er ook 4 candles op rij ook onder de band zijn gesloten en goed zijn voor een melding. Nou, ik was net even de filters aan het uitleggen. Hè. Ik heb hem dus op USDT staan, dat is mijn basismunt. Ik heb hem op de stopmethode staan, long. Ik heb 1 exchange geselecteerd, KuCoin Spot, want daar traden we op dit moment op. Als ik privé zelf aan het traden ben, dan zet ik ook Bybit Spot aan. En ik merk op Bybit Spot is op dit moment ook behoorlijk wat volume. De volume gaat daar echt wel omhoog vergeleken bij in het begin. Dus daar is op dit moment ook heel goed spot op te traden. Hou er wel rekening mee, hè? Morgen 5 maart is het niet meer mogelijk om nieuwe posities op derivaten te zetten. Bij Bybit, hè, leverage traden. Is vanaf morgen niet meer mogelijk. Zit je nog in een positie, dan heb je nog tot 26 maart de tijd om die positie af te sluiten. Wacht daar niet te lang mee, want anders wordt die automatisch afgesloten door Bybit zelf. Je kan gewoon blijven traden op je spot platform, dus daar is verder dus niets mee aan de hand. En eind maart komt een nieuw platform online van Bybit. Bybit.nl, speciaal voor onze Nederlanders. Als het goed is, en daar zullen we nog wel op de hoogte gebracht van worden, hoeven we voor de rest niets om te zetten qua inlog, geen andere account aan te maken, geen nieuwe wallet. Wordt dat voor Nederlanders in principe omgezet naar die site. Nou, daar is het dus gewoon mogelijk om te spot te traden en eventueel margin te traden. Dan heb je toch nog de kans om een leverage een keer 2, een keer tot maximaal keer 10 te gebruiken. En het is ook mogelijk om short te gaan. Maar hou er rekening mee. De fees die liggen dan 5 keer zo hoog als wat je bent gewend op leverage traden. Dus onze stopmethode dan op een margin platform, hè, met margin traden, is daar waarschijnlijk niet echt geschikt voor. Want je zal veel meer winst moeten gaan behalen om al in ieder geval die fee te kunnen betalen. Nou, en het zal jammer zijn dat jij 2 uur aan het werk bent geweest, je denkt een mooie winst te hebben behaald, maar onderaan de streep is het een hele mini winst of misschien wel een verlies omdat die fee zo hoog was. Dus denk daar even bij na voordat je je daarop gaat begeven. Eens even kijken. Nou, timeframe. Ik treed op dit moment heel erg veel op de 3 minuten. Puur omdat ik het gewoon lekker rustig vind. Ik ben heel vaak heel lang alleen op de 1 minuut aan het traden geweest. Maar ik vind 3 minuten op dit moment gewoon heerlijk rustig.
Nou ja, ik heb de trend van de markt, ik heb ze eigenlijk allemaal aanstaan. Want het maakt voor mij, het maakte voor mij niet uit. Want ik kon long en ik kon short. Op dit moment ga ik dus alleen nog maar long. Omdat ik dus niet short ga op, kan gaan op een spot platform. Nou, ik heb een aantal munten in mijn blacklist staan. Maar dat zijn eigenlijk meer munten. Volgens mij staan ze er nog van Binance in. Maar heb je alles ingesteld, klik je op save. En hij filtert er voor jou de juiste instapmomenten eruit. Mogelijke instapmomenten. Het is en blijft maar een hulpmiddel. Zelf moet jij controleren of zo'n instapmoment wel juist is. En we gaan niet alleen instappen als alle indicatoren zeggen van oh ja, doe maar, stap maar in. We moeten ook nog eens ons gezond verstand gebruiken en kijken naar de chart of die wel geschikt is om op dat moment in te stappen. Dus dat was heel even de scanner. Nou, deze kabbelt nu zo rond break-even. Ik pak nog weer even de chat erbij. Want volgens mij loop ik nu al wat achter. Ja, mocht je de CN-scan willen gebruiken, je kan hem 15 dagen, 14 dagen, 2 weken kan je hem gratis gebruiken. Gebruik daarvoor onze link. Connie heeft hem al gedeeld in de chat. Hij staat ook altijd onder iedere video die wij neerzetten. En gebruik je de kortingscode FINANCIEELBLIJ15, dan krijg je 15% korting als je de scanner wil aanschaffen. Nou, ik zie CryptoGain zegt ook mijn duimpje staat al. Nou, heel fijn. En Marco zegt, afgelopen weekend heb ik echt top trades gehad. Eindelijk al klaar. Ik ben eigenlijk al klaar voor deze week. Nou, dat is natuurlijk heerlijk ontspannen traden. Dan, ja, als je je winsten al lekker hebt kunnen behalen in het weekend. Ik moet zeggen, hè, dat zei ik straks al, van ik heb ook behoorlijk lekker kunnen traden dit weekend. En dat geeft een beetje lucht ook in deze week. Je weet niet wat Bitcoin gaat doen. Hè? Hetzelfde geld krijgt hij helemaal op zijn heupen en knalt hij door de all-time high heen. Maar hetzelfde geld komt er een correctie en een forse correctie. Zou ik persoonlijk ook niet erg vinden, want ik heb veel lager allemaal nog aankooporders staan. Dus die mogen voor mij ook best wel gevuld worden. Dus ik ben met beide kanten ben ik wel tevreden. Maar het mooiste zou zijn als die heel langzaam omhoog kabbelt. Want dan kan je gewoon makkelijk blijven traden op de altcoins wat we doen. Fan, goedemorgen. En Connie zegt al goed bezig, Marco. Nou, inderdaad. En Connie zegt BTC euro op Bitfavo. Die zit nu op de all-time high. Dus hè, hij komt er nu wel iedere keer dichterbij. Hij zit er iedere keer tegenaan. Ik ben zelf niet zo heel veel met Bitcoin euro bezig. Als je me vraagt van hoeveel is de Bitcoin waard in euro's, zou ik het echt niet weten. Maar de Bitcoin in dollars wel. En ik zie nu net trouwens dat hij al over de 65.000 heen is. Ik ga heel even kijken. Hij heeft er echt zin in. Dus wie weet komt hij in de buurt van deze gele lijn. Oh. Gaat hij automatisch op 3 minuten. Wil je dat voorkomen? Dat hij gewoon je timeframe aanpast als jij wisselt van tabblad. Dan moet je even op dit wolkje klikken. En dan blijven de instellingen zo staan zoals je op dit tabblad hebt ingesteld. Marco zegt ook al van, ik werd vannacht gevuld in de wick naar beneden van BTC. Mooi. Dimitri Kennis, goedemorgen. Anki, goedemorgen. En zegt ook, mijn duimpje staat weer. En Connie zegt, ik heb weer een rode bal erbij in mijn kerstboom op Bitfavo.
Misschien heb ik het al een aantal weken geleden heb ik het wel eens laten zien. Hè, dat ik, ja, ik noem het de kerstboomstrategie. Maar het is een soort DCA-strategie. Dat je BTC verkoopt. En dan bijvoorbeeld 2% lager of 3% lager. Je een nieuwe aankoop weer terugzet. Dus je krijgt aan de bovenkant rode pijltjes en aan de onderkant groene pijltjes. En dat vormt vaak een hele mooie, ja, kerstboom, hebben we wel eens gezegd. Dus vandaar dat we zeggen kerstboomstrategie en ballen in de boom. Alleen die van mij loopt nu een beetje uit de pas. Hè. Ik heb nu alleen de laatste tijd alleen maar rode ballen. En daarom zeg ik, van mij mag er best een drop komen. Want dan kan hij mijn groene ballen weer even ophalen. Maar goed, we gaan gewoon zien. Bitcoin gaat zijn eigen gang en we hebben er geen invloed op. Marco zegt, dat is denk ik naar aanleiding van het percentage of de winstprocenten, hè, waar ik het over had. Van, je moet nederig blijven. Ik denk persoonlijk nog steeds in hamburgers als ik weer wat winst heb gepakt. Nou, en dan hoop ik dat het, als je tegenwoordig naar de McDonald's gaat, dan dat wordt ook steeds duurder. Dus je moet wel steeds meer winsten pakken natuurlijk. En Connie zegt, ja, of kauwgomballen. Nou, inderdaad. Dit is nog kauwgomballenniveau, hè? 17 cent. Ja, vroeger kon ik voor 5 cent een kauwgombal kopen. Ik heb geen idee of je ze überhaupt nog los kan kopen. En of je dan aan 17 cent genoeg hebt. Maar. Stan KG vraagt, hoe lang trade je al en hoe lang winstgevend? Ik zit al vanaf 2015 in crypto. 2015 heb ik mijn eerste deel van Bitcoin aangekocht. Toen ben ik eigenlijk in 2016 ben ik me wat gaan oriënteren van hoe zou ik die ene Bitcoin, dat stukje Bitcoin wat ik had, hoe zou ik dat kunnen vermeerderen? Toen ben ik langzaam gaan kijken van, hey, is dat traden wat voor mij? Dus en dat eigenlijk was dat een beetje eind 2016 dat ik eigenlijk echt ben gaan traden. Dus ik trade eigenlijk al vanaf 2016. Ben heel lang bezig geweest met leren, opbouwen, portfolio opbouwen. Ik was denk ik in 2019 al wel grotendeels winstgevend. Ik had toen ook al een behoorlijk portfolio opgebouwd. Maar eigenlijk vanaf, ik denk begin 2019 dat ik af en toe nog wel eens wat maanden ertussen had dat ik niet winstgevend was. En dat ik echt zo halverwege 2019 was ik echt wel structureel winstgevend. Dat heeft ook toegeleid dat ik in maart 2020 heb besloten om fulltime te gaan traden. Beetje ook de omstandigheden, hè? Maart 2020, eerste lockdown. Ik werkte als ZZP'er altijd ernaast en mijn ZZP-opdrachten werden tijdelijk on hold gezet omdat we niet meer op locatie konden werken. En toen ben ik fulltime gaan traden. Min of meer omdat dat eigenlijk gewoon op mijn pad kwam en niet een pure bewuste keuze was, oké, vanaf nu ga ik fulltime traden. Nee, het kwam eigenlijk min of meer op mijn pad. En toen dacht ik van, oh, is geen probleem, want dan kan ik lekker de hele dag gaan traden. Of tenminste, een groot deel van de dag gaan traden. En ik moest zeggen, dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Dat ik op een gegeven moment weer van mijn opdrachtgevers telefoontjes kreeg van, we hebben het in orde gemaakt, je kan eventueel die opdracht verder uitvoeren, ik noem maar wat. En toen heb ik nee gezegd tegen opdrachten, omdat ik het zo prettig vond om volledig vanuit huis, zonder afhankelijk te zijn van wie dan ook, kon traden. En ik had inmiddels mijn portfolio zo ver opgebouwd, dat ik van de winsten die ik maakte, makkelijk mijn salaris, en dat was op dat moment een laag salaris hoor. Ik kon daar
net aan mee rondkomen. Tenminste, dat deel haalde ik eruit. Ik ben echt gaan zitten om te kijken van hoeveel geld heb ik nodig om echt rond te komen. Dat heb ik eruit gehaald. En ik wil daar best open over zijn. Het was een bedrag van 1500 euro. 1500 euro elke maand eruit gehaald aan salaris. Maar dat was niet zo dat ik 1500 euro in een maand winst maakte. Nee, ik maakte dat bedrag 4 keer. Want ik had het zo opgedeeld dat er in ieder geval een deel moest mijn salaris zijn. Een deel moest mijn portfolio opbouwen. Een deel moest mijn reservepot opbouwen. En een deel ging ik investeren in iets anders. En zorgen voor een ander mandje. Dus zeg maar, in het begin maakte ik zoveel winst dat dus mijn salaris er 4 keer uit kon. Dus elke maand had ik dus mijn salaris eruit. Datzelfde bedrag deed ik in een reservepot. Want stel je voor dat ik eens een keer niet mijn salaris eruit kon halen. Of dat er iets gebeurde. Of wat dan ook. Dan had ik in ieder geval die reservepot. En die reservepot die wou ik in ieder geval opbouwen. Zodat ik minimaal 6 keer mijn salaris eruit kon halen. Dus daar moest ik aan werken. Plus mijn account moest verder blijven groeien. Dus één deel daarvan gebruikte ik om mijn account te laten groeien. En één deel gebruikte ik ervan om te investeren. En dat was investeren in bijvoorbeeld een soort hobbelportfolio aanleggen. Maar niet alleen in crypto. Ook bijvoorbeeld in aandelen, in goud. Zodat ik in ieder geval dat verspreid kon hebben. Plus, ik moet ook zorgen voor mijn eigen pensioen. Ik bouw natuurlijk geen pensioen op bij een werkgever. Dus dat pensioen moet ik ook opbouwen. Dus daar moest ik ook in investeren. Daarbij komt natuurlijk ook nog van, ja, wat als jij bijvoorbeeld volledig trader bent? Hoe gaat het dan met je inkomsten? Box 2, box 3, noem maar wat op. Voor mij geldt, ik ben ook nog ontwerper. Ik ontwerp haakpatronen en ik geef boeken uit. Dat is voor mij maar een heel klein deel inkomsten. Maar doordat ik die inkomsten heb, zijn al mijn winsten die ik maak met crypto, vallen voor mij in box 3. Dus dat scheelt dan een hele hoop belasting betalen. Dus zo zag mijn begin van fulltime naar crypto gaan eruit. En dat speelde eigenlijk in maart 2020. Dus dat is eigenlijk mijn ervaring. En zo heb ik het opgebouwd. En vanaf maart 2020 ben ik het alleen maar gaan uitbouwen. En is ook eigenlijk uiteindelijk financieel blij ontstaan. Stan zegt, ik treed op price action en niet op indicators. Ik treed ook wel op price action. Dat doe ik vaak als ik mijn percentage winst binnen heb gehaald met de stopmethode. Daarna kijk ik vaak even naar een paar swing trades en dan kijk ik wel op price action. Remy, goedemorgen. Ja, Connie geeft ook al aan, er zijn veel trade methodes die allemaal goed zijn. Ja, en kijk naar wat er bij jou past. Ik pretendeer niet dat de stopmethode de beste methode is. Oh nee, echt niet. Want er zijn zoveel meer andere trade methodes die allemaal misschien wel veel beter zijn of wat dan ook. Maar kijk wat er bij jou past. Ik heb in het begin ook wel eens gedacht van, nou weet je, die stopmethode kost me zoveel tijd. Kleine winstjes, weet ik veel wat. Al die dingen die zijn bij jullie ook allemaal wel gepasseerd. Dat ik dacht, ja nee, ik ga over op een andere methode. Maar ongemerkt pakte ik altijd weer terug naar die stopmethode. Als ik moe was, ging ik over naar stopmethode. Als ik druk was, ging ik over naar stopmethode. Als ik gehyped was, bij wijze van spreken, ging ik over naar de stopmethode. Die stopmethode zit zo in mijn hoofd. Die heb ik zo goed van binnen en buiten geleerd. Ik heb wel
duizenden trades al gedaan met die stopmethode. Ik denk misschien al wel dat ik aan de 25.000 trades zit met de stopmethode. Als het niet meer is. Eerder werkte ik altijd in cyclussen van 10.000 trades of van 1000 trades. Nou, ik heb heel wat logboeken vol met die duizenden trades. Dus ik denk misschien ook wel dat ik 25.000 trades heb gemaakt met die stopmethode. Dus die stopmethode zit er gewoon in. En dat is voor mij dus dan ook de basis. Daarnaast pas ik andere trademethodes toe. Maar de basis, zorg ook voor jou, voor jezelf, dat jij een basismethode hebt. Die je gewoon zo goed kent. Waar je gewoon iedere keer op terug kan vallen. En dat daar ook eigenlijk min of meer jouw hoofdportfolio mee wordt aangevuld. En of dat nou een stopmethode is, price action, crossover. Wat hebben we nog meer? Trend, swing traden. Weet ik veel wat allemaal, welke methodes er allemaal zijn. Dat maakt gewoon echt niet uit. Ja, stansig ook risicomanagement is key. Ja, inderdaad. Daar moet je. Ik heb donderdagavond. Was Financieel Blij Live. Hè? Daar kan je. De donderdagavonden kan je volgen als je een bronzen abonnement hebt bij Financieel Blij. Hebben ook een avond gehad over je verliezen beperken en omgaan met je risico. Risicomanagement. Dat je echt bezig bent voordat je in een trade stapt. Met oké, wat is het maximale verlies wat ik kan hebben op deze trade? En is dat acceptabel, ja of nee? Ik ben niet bezig met hoeveel winst kan ik hebben op deze trade. Totaal niet. Die winsten komen vanzelf wel. Het enige wat ik in de hand wil hebben is hoeveel verlies kan ik leiden op deze of hoeveel verlies kan ik behalen op deze trade? Als ik dat weet, dan is het oké. Kan ik dit leiden op dit moment in mijn portfolio? Ja of nee? Ik zeg wel, voor mij is max 2% verlies op mijn hele portfolio is te doen, is te leiden. Moet ik weer stevig tegenaan werken, maar is te doen. Maar stel je voor dat ik al 1 of 2 verliezen heb gehad in dit portfolio. Of in deze trade logboek sessie van 2%. En er zou dus nu nog eentje bijkomen van 2%. Dat ik denk van ja, maar Helga, dan kom ik nu onderaan de streep niet uit met winst. Dus nu 2% verlies halen op deze trade, dat gaat hem niet worden. Dan sla ik of die trade over, dan pak ik die trade niet. Of ik stel mijn stop los anders in. Hè? Dat ik maar maximaal bijvoorbeeld 1% verlies kan hebben op die trade. Of het zij anders. Dus wees bezig met hoeveel verlies kan ik hebben op deze trade. En wat kan mijn portfolio aan? Kan je portfolio dat niet aan? Moet je die trade niet nemen? Of met minder instappen? Of je moet je stoploss anders neer gaan zetten. Dus wees daar mee bezig. Ik zie nu, nu gaat de prijs naar beneden. En we hebben eigenlijk nog geen plek bepaald waar onze maximaal onze tweede bijkoop komt. Nou, tweede bijkoop doe ik het liefst op een nieuwe melding. Nou, waarschijnlijk komt er zometeen wel een melding. Maar stel je voor dat die melding niet komt, dan wil ik een plek hebben waar ik uiterlijk wil bijkopen. Nou, ik ga de breedte van het bolletje bands opmeten op de plek waar ik ben ingestapt. En daar zet ik een lijn neer. Deze lijn, ik maak hem even, die wil ik lichtblauw hebben. Het liefst koop ik dus bij op een nieuwe melding. Maar uiterlijk koop ik bij op deze lijn. Of er een melding is of niet, dat maakt me dan niet uit. Maar uiterlijk koop ik bij op deze lijn. Dus we gaan zien of we nu een melding krijgen. En anders wachten we gewoon tot de prijs zakt tot deze lijn.
Sam zegt, kan je je dagboek nog eens laten zien? Nou, mijn dagboek, ik hou een trade dagboek bij. Dat is deze. Maar die zal je waarschijnlijk niet bedoelen. Ik denk dat je mijn logboek bedoelt. Maar mijn dagboek, deze heb ik altijd. Ik schrijf er altijd in. Deze heb ik altijd hier liggen. Altijd open bij een trade sessie. En daar schrijf ik in hoe de trade sessie is gegaan. Hoe het traden is gegaan. Misschien extra opmerkingen bij de trade. Hè? Bijvoorbeeld nu ook Bitcoin. Die heeft er zin in. Dat schrijf ik bijvoorbeeld ook in mijn dagboek. Als ik dan ga analyseren. Dan weet ik ook gewoon van. Hey, hoe was de situatie? Was ik wel gefocust? Was ik wel geconcentreerd? Had ik veel afleiding? Hoe was de stand van zaken bij de Bitcoin? Noem maar wat op. Allemaal factoren die mee kunnen spelen bij een uitslag bijvoorbeeld van een trade. En ik zoek die factoren ook bij mezelf. Je kan niet zeggen als een trade verliezend is van ja, maar het lag aan de markt. Ja, nee, het lag niet aan de markt, het lag aan jou. Want waarom ben je dan ingestapt? Als de markt niet geschikt is om deze trade uit te voeren, waarom ben je dan ingestapt? Ja, ik had zin aan om te traden. Ik had mijn tijd gepland om te traden en toen was er niet een geschikte instap. Nou ja, ik ben toch maar ingestapt. Dan ligt dat niet aan de markt dat het resultaat van jouw trade bijvoorbeeld negatief is. Dan ligt dat echt niet aan de markt, dan ligt dat wel aan jou. Omdat jij ongeduldig was, omdat jij niet kon wachten op het juiste moment, noem maar wat. Maar als je dat continu tegenkomt tijdens het traden, tijdens jouw verliestrades, ja, dan moet je toch jezelf even achter de oor gaan krabben van, ben ik überhaupt wel geschikt om te traden? Ben ik niet te ongeduldig? Noem maar wat. Wil niet gelijk zeggen dat je dan moet stoppen met traden. Maar dat zijn misschien wel leerpunten voor jou die je eruit kan halen van, hey, hier moet ik even aan werken. Want op dit moment, als het zo doorgaat, ga ik niet een winstgevend trader worden. Dus vandaar. Mijn logboek ziet er als volgt uit. De eerste pagina. Ik moet wel heel even ook de trade in de gaten houden tussendoor. Maar de eerste pagina is een klein gedeelte uit mijn tradeplan. Even de kleine punten waar ik bij deze manier van traden, bij dit logboek, bij deze 100 trades nu rekening mee ga houden. Dat kan bij wijze van spreken zijn de plek van mijn verkoop, de plek van mijn stoploss, noem maar wat. Op dit moment ga ik dus voor een verkoop van 0,7%. Het kan zo zijn dat ik misschien bij de volgende 100 trades zeg van nou, ik ga voor 0,8%. Hè. We zitten in zo'n bullish markt nu. De prijs is zo allemaal omhoog aan het gaan. En als ik dan mijn trades terugkijk, zie ik dat alle prijzen door zijn gestegen, terwijl mijn verkoop was gevuld. Ik ga niet voor 0,7. Ik ga voor 0,8. Of misschien ga ik wel voor 1% per trade. En dat schrijf ik eigenlijk in het eerste tabblad op van mijn logboek. Ondertussen kijk ik even naar de trade. We hebben op dit moment geen melding gekregen. En dat komt omdat bijvoorbeeld beide lijnen hier niet in oversold gebied zijn. Dus vandaar dat we hier geen melding krijgen. Ik vind ook nog niet dat die ver genoeg is gezakt. Dus ik laat deze nu gewoon nog even gaan tot de melding komt of tot deze lijn. Nou, verder met het logboek. Mijn tweede pagina is het dashboard. Nou, dit logboek is eigenlijk niet een goed voorbeeld. Dit logboek gebruik ik alleen bij het live traden. Nou, het live traden dat doe ik maar één keer in de week op maandag. En op donderdag af en toe dat ik dit logboek gebruik. Want dan doe ik ook af en toe andere trade mogelijkheden laten zien. Dus wat ik hierin heb gevuld klopt
eigenlijk al helemaal niet. We zeggen wel van, nou, we zijn gestart in januari met $250. We willen graag op 31 maart $300 hebben. Dat is niet meer realistisch, omdat we gewoon te weinig met dit logboek treden. Nou, dan zou je een beoogde groei moeten hebben van 0,21% per dag. Nou, we zijn nu inmiddels 61 dagen onderweg. We hebben $3,14 winst. Dat is 1,26%. Gemiddelde winst per dag is 0,02%. Omdat ik natuurlijk maar die ene dag in de week trade en soms maar eens één trade kan doen. Dus vandaar dat dit eigenlijk niet een goede afspiegeling van de werkelijkheid is. Ook het logboek zelf. We hebben nu 19 trades gedaan. Nummer 20 had ik al kunnen noteren, maar heb ik nog niet gedaan. Tenminste, die is toch nog niet af. Nou, dan zie je wel dat er ook wat een aantal verliestrades tussen zitten. Hier zitten nu 3 verliestrades tussen. Dat kan zijn omdat ik bijvoorbeeld vanwille van de tijd ben uitgestapt. Ik heb wel gezegd dat ik dat minder ga doen. Dat als ik aan het eind van het live traden nog in een trade zit en ik heb nog tijd daarna, blijf ik gewoon in die trade en anders sluit ik hem wel af. Wat ik wel wil is bij elke trade een linkje plaatsen. Zodat ik ook die trade goed kan nakijken. Van hey, hoe lang heeft deze trade geduurd? Waarom ben ik met verlies eruit gegaan? Waarom had ik nu zoveel winst op deze trade? Noem maar wat. Hè? Dus dat soort dingen kunnen allemaal voorbij komen als je gaat analyseren. En uiteindelijk heb je dan in je resultatendagboek. Dan weet je ook van, nou, als we ons hadden gehouden aan die 0,21% per dag, hadden we nu een saldo moeten hebben van $283,68. Nou, we zitten op $253, geloof ik. Dus we lopen $30 achter op ons schema. Maar dit is dus ja, eigenlijk een voorbeeld van een logboek. Ik kan deze er nog wel even inschrijven. We zijn ingestapt op 9:27. 4 maart 2024. KDA. Met de stopmethode. Op de 3 minuten. Je ziet ook dat af en toe hier een keer 15 minuten en 1 minuut is geweest. Nou, we weten nog niet of we gaan bijkopen, dus de rest kan ik nog niet invullen. Wat was onze starttijd nou ook alweer? Oh, af en toe 9:27. Zo. Ondertussen krijg ik nog wel weer meldingen binnen. Ik ga gewoon even kijken. Het is wel 10 uur geweest, maar dat maakt niet uit. Hetzelfde geld zit er een mooie tussen. AGIX, USDT. Is hier voor het laatst nog bij de bovenste band geweest. Dus hier zit mooie beweging in de trade. Beide lijnen in oversold gebied hebben elkaar gekruist. Blauwe lijn wijst inmiddels al wel naar niemandsland. Hij mag voor mij nog wel eventjes ietsje stijgen. Deze candle duurt ook nog 1 minuut 10. Dus ik wacht heel even tot de laatste 30 seconden. En dan kijk ik even hoe die er dan voor staat. Of we instappen ja of nee. Dit portfolio, als we met $25 instappen, geeft ons de mogelijkheid om in 2 trades tegelijk te stappen. Want per trade gebruiken we maar de helft van ons portfolio. Maar begin daar niet te vroeg mee. Als je nog een startende trader bent, probeer zoveel mogelijk te focussen bij je ene trade. Het kan soms saai zijn, maar ik zeg altijd daar waar je op focust, dat groeit. En zit je in te veel trades tegelijk,
Ik heb dat ook wel eens hoor. Dan vergeet ik soms een trade en dan kijk ik later naar die trade en denk, huh, waarom duurt die nog zo lang? En denk, ach ja, ik had al lang kunnen bijkopen bijvoorbeeld. Nou, de laatste 15 seconden. Ik ga hier instappen voor de askprijs met $25. En ik ga voor 0,7% winst. En ik ga voor een stoploss van min 10. Hou je ook goed aan die bedragen. Hè? Als jij zegt van oké, ik heb mijn portfolio bijvoorbeeld in tienen gedeeld. En één postje is bijvoorbeeld $25. Dat je ook echt met $25 instapt. Eerste bijkoop met $25 en je tweede bijkoop met $75. Denk niet bij je laatste bijkoop, ach, er staat nog $100 in of $150. Laat ik die maar inzetten, want dan ga je uit verhouding. Dan ga je uit de pas, klopt jouw risicomanagement niet meer. En ga je jezelf in de problemen werken, want je hebt maar 5 posties over voor 1 trade. En je moet dus met die 5 posties moet je trade kunnen afronden. En anders moet je je uit laten stoppen. Want je brengt jezelf anders een keer in problemen. Het kan je ook een keer redden. Maar ga er maar vanuit dat je 9 van de 10 keer dat het je in de problemen brengt. En nu kan je misschien jezelf afvragen van oké, maar stel je voor dat ik nu uit die AGIX, dat ik daar eerder uit ben dan de KDA. Dat zal waarschijnlijk ook zo zijn. Dan kan ik niet mijn saldo nemen. Dan weet ik dus niet wat ik hier moet invullen bij mijn saldo. Hoeveel winst heb ik nou gemaakt op deze trade? Kijk je bij positieinfo en dan ga je kijken bij wat jouw netto PNL is. Dat bedrag wat daar staat, dat neem je even over en dat zet je even bij opmerkingen neer. Ik denk dat hier iets van 20 of 21 cent zou komen te staan. Zoiets denk ik, misschien 19 cent. Dat bedrag zet je bij opmerkingen neer. 17 cent denk ik, uiteindelijk. Maar en pas als zeg maar KDA is afgerond, dan weet je wat het saldo is. Dan kijk je voor de KDA, kijk je dus ook bij positieinfo, hè, wat uiteindelijk uit die trade is gekomen. Nou, en dat tel je bij die saldo op en dan ben je weer helemaal up to date. Dit gebeurt af en toe ook wel eens. Je ziet nu dat mijn aankooporder blijft staan, maar ik heb wel aangekocht en deze staat ook gewoon op 0 en alles wat ik heb aangekocht, hè, dat staat hier, die 27.0267, die staan hier in een verkooporder. Nou, dit is ja eigenlijk iets van altrading, iets heeft iets met de vertraging te maken. Wil je, zeg je van, hè, klopt dat wel? Wil je dat weg hebben? Klik even op verversen, synchroniseren van de markt. En hij gaat weg. Nou, ondertussen komen er best wel veel meldingen nu. Verschillende meldingen ook. Zou het allemaal van één en dezelfde munt zijn, dan heeft het niet zo heel veel zin. Dit zijn verschillende meldingen, verschillende munten. Toen net hadden we heel weinig meldingen. Nu hebben we heel veel meldingen. Of heel veel, dit is nog niet zo heel veel. Soms heb ik echt in één keer 1, 2, 3 pagina's vol met in één keer allemaal meldingen om long te gaan. Dan denk ik, ho, voordat ik instap, ga ik heel even kijken. Hoe ziet de Bitcoin er op dit moment uit? Want stel je voor dat hier in één keer een behoorlijke pump of dump is. Nou ja, wat is pump of dump? Je praat dan meer eigenlijk over een correctie. Dan kan je beter heel even wachten met instappen. En kijken, hey, hoe corrigeert dit?
En ik kijk nu op de 1 uur, maar dan kan je een bewijs van spreken ook heel goed bijvoorbeeld op de 15 minuten zetten. Ga even kijken van, hey, hoe corrigeert dit voordat ik in zou stappen in een andere trade? Nou, op zich vind ik nu niet zo heel veel aan de hand bij Bitcoin. Dit is normaal. Dus je zou gewoon nu gewoon een instap kunnen kijken. Voldoet die en dan zou je kunnen instappen. Ook deze weer, hè, die is weer net op een haar naar hier. Bijna gevuld. Ook, hè, kom niet in de verleiding om deze TP te gaan verzetten. Ik kom met gemak niet meer door de chat nu. Eens even zien hoor, waar ben ik gebleven? Oh ja, kan je je dagboek laten zien. Dat heb ik gedaan. Stan zegt ook, ik heb een winrate van 40%, maar ik maak wel winst. Ja, en dat is dus, Stan KG, die geeft ook aan dat hij op price action aan het traden is. Dat houdt in dat veel meer van jouw trades eindigen in een verliestrade. Omdat dat, dat hoort nou eenmaal ook bij die methode. Maar hij heeft wel een positieve risk-reward ratio. Dus zijn stop-loss is altijd kleiner dan de winst die hij heeft op zijn trade. En dan kan je dus met een veel lagere winrate, dus van maar 40%, kan je dus gewoon winst behalen. Hè? Ik merk wel eens aan sommige mensen dat ze als zij bijvoorbeeld, zijn ze vaak gewend aan de stopmethode, behoorlijke hoge winrate. Dat je zeg maar een winrate van 85% of 90%. Dat je dus op de 100 trades ongeveer 10 verliestrades hebt. En die gaan zich oriënteren op een andere manier van traden. Het zij price action, het zijn chartpatronen, het zij, nou weet ik veel wat voor een soort trades. En die doen 10 trades en daar zijn al 6 trades van verlies. Dan is het, nou, daar stop ik mee, dit kan ik niet, of die strategie deugt niet, of die strategie is niet goed, of dat kan nooit winstgevend zijn, of wat dan ook. Maar als je kijkt dan wat Stan aangeeft, van mijn winrate is maar 40%, dus dat houdt in dat hij op de 100 trades 60 verliestrades heeft en toch nog winstgevend is. En dat komt dat als hij bijvoorbeeld zou traden met een 1 op 3 bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld hij op elke trade die hij doet, kan hij maximaal 1% verliezen, maar 3% winst pakken. Dat hij dan altijd op een gegeven moment wel gewoon winstgevend uitkomt. En stel je voor dat hij dat niet zou zijn. Hè? Omdat hij bijvoorbeeld met zijn 40% winst net niet voldoende heeft, dan kan hij gaan kijken van, kan ik bijvoorbeeld niet een 1 op 4 gaan traden? Dan moet hij daar iets op aanpassen. Dan moet hij zeggen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op elke trade neem ik 1% verlies, maar kan ik 4% winst krijgen. Op die manier ga je dat dan weer aanpassen en ga je dat bekijken. Maar dan kom je dus alleen maar achter als je dus ook een logboek bijhoudt en je trades bijhoudt en weet waar je op aan moet sturen. Je kan niet zeggen van, nou, ik trade maar in een stuk in de wilde weg. Ik volg 2-3 YouTube video's en ik doe precies wat zij in die YouTube video's zeggen. Dat doe ik maar na en dan moet ik ook maar winstgevend zijn, want degene die YouTube video's laten zien, die zeggen allemaal dat ze winstgevend zijn. Dus dan moet ik dat ook maar zijn. Maar jij weet niet waar je op aan moet sturen. Dus hou gewoon iedere trade bij. Vanaf het begin. Ik weet, toen ik net zelf begon met traden, vond ik traden gewoon zo leuk. Maar al dat bijhouden in logboeks en weet ik het allemaal, vond ik echt helemaal niets. En deed ik ook voorlopig gewoon niet. Totdat ik op een gegeven moment een coach kreeg die zei tegen mij van, ja, maar wat moet ik nou met jou dan? Want waar moeten we nu aan sleutelen? Waar ben je goed in? Welke momenten van de dag? Welke trades gaan wel goed? Welke gaan niet goed?
neem je niet te veel verlies, neem je niet te weinig winst, noem maar wat. Hoe kom je daar dan achter? Dus dat logboek is gewoon heel erg belangrijk, ongeacht welke manier je aan het traden bent. Nou, zoals ik al zei, AGIX, die hebben we dus eerder afgesloten dan KDA. Nou, daar maken we ook even een screenshotje van. Ik kijk even bij prijsinfo. Nou, 17 cent is de verdienste op deze trade. En je ziet ook, hè, hier je netto PNL, je percentage 0,69. Wat ik dan wel invul is, nou, we hebben niet bijgekocht. We zijn niet wezen jojoen. Saldo kan ik dus niet invullen. Eindtijd van de trade. En dan zet ik hier, 0,17 neer. Dan weet ik gewoon, oké, als ik zometeen die KDA trade heb afgesloten, dan weet ik het saldo hier. Dan klopt het saldo weer, kan ik daar 17 cent bij optellen. En wordt het de rest ook gewoon weer ingevuld. Ik kijk ook altijd aan het eind van mijn trade sessies van, wat staat hier? Staat hier nog iets wat ik misschien nog moet bijwerken of niet? Nou, deze kan dus ook weg. Nou, gaan we kijken bij KDA. Nou, deze gaat langzaam naar een bijkoop toe. Een melding is er nog net niet geweest. Je zou bijna zeggen dat hij hier eventueel een melding op zou kunnen hebben. Maar toen waren de lijnen, die rode lijn was net niet in oversold gebied. Die zit nu wel in oversold gebied. Maar nu zijn de candles sluiten niet onder de band. Dus ja, voldoet net allemaal niet aan een instap. Het enige waar ik een beetje mee schipper, zeg maar, bij een bijkoop, is of als de banden wat smaller zijn dan 1,5%. Als die banden net iets smaller zijn, nou, dat maakt me dan niet uit. Dan koop ik toch liever wel bij. Maar de rest moet van mij wel voldoen, hè? Dus die candle moet onder de band sluiten. Beide lijnen in oversold gebied en elkaar gekruist. En er moet genoeg volume zijn. Eigenlijk, want als die volume helemaal wegvalt. Soms heb je dat wel eens. Hè? Als ik bijvoorbeeld op vrijdagochtend in een trade stap. En die trade duurt me wat langer. En die komt al in de middag. Dan zie je dat het volume gewoon eigenlijk wegvalt. Dat ik veel hele kleine candles krijg. Soms alleen al streepjes krijg. Nou, weet je, dan stap ik liever uit de trade dan dat ik nog weer ga bijkopen. Ja, Connie geeft ook aan, hè, van je winrate in combinatie met je RRR bepalen of je wel of niet winst maakt. En hoe hoger je winrate, des te lager je RRR zijn mag. Dat is je risk-reward ratio. Dus de hoeveelheid verlies wat je kan hebben op de winst van een trade. Bianca zegt, is Apex een mogelijkheid of is dat risicovol? Ik zou wel kunnen kijken, maar het is al even geleden. Dus ik denk dat dat niet meer relevant is. Stan zegt, ik trade op de Dopey Cash manier. Ja, nou, die zijn met name veel bezig met price action. Zeker ook een goede manier, maar totaal anders als de stopmethode inderdaad. Maar die methode gebruik ik ook, hè. Um,
Ja, net wat Connie ook zegt. Connie zegt ook van, ik treed ook op die manier, maar dan met een andere portfolio. Maar mijn grootste portfolio treed ik met de stopmethode. Want dat is een scalpmethode die voor mij het beste werkt en bij me past. Ja, en dat geldt eigenlijk voor mij ook. Ja. Anki die geeft ook al aan, Bitfavo wijkt echt af. Laatst bij een drop dropte Bitfavo ook veel harder en werkte mijn kooporders, werden mijn kooporders mooi gevuld. Zou een andere, op een andere exchange niet geweest zijn. Meer geluk dus, zegt Anki. Ja, en houd er ook rekening mee hè, dat op Bitfavo is de basismunt is anders. Hè? Die is euro. En vergelijk dat dan niet met de dollar als basismunt tegenover de bitcoin. Want dat is echt afwijkend. Patricia, goedemorgen. Stella, ook goedemorgen. Ik ga straks de herhaling kijken. Marco zegt ook van ik vind de stopmethode heerlijk om te daytraden. Ja. En Connie zegt ook, ja klopt, het is relaxed, zonder alerts en dergelijke. Als je klaar bent kun je ook echt afsluiten en niet meer aan crypto denken. Tot de volgende trade sessie. Heerlijk. En Harry vraagt, goedemorgen vanuit de auto. Helga, heb jij je financieel afhankelijkheid bereikt? Met de stopmethode en met welk startbedrag ben je begonnen? Financieel afhankelijk, zeg je goed. Je zegt niet veel financieel onafhankelijk. Ik ben van niemand afhankelijk voor mijn financiën. Dus eigenlijk ben ik financieel onafhankelijk. Ik treed zelf voor mijn geld. Maar wanneer ben je financieel onafhankelijk en wanneer ben je niet? Want ik moet wel altijd treden om mijn salaris bij elkaar te krijgen. En het is niet zo dat ik zo'n hoog vermogen heb dat ik niet meer hoef te gaan traden. Ik ben begonnen met 50 euro. En dat heb ik wel eens verteld. Het was, ik zat eigenlijk in een situatie op dat moment. Ik kwam uit een burn-out. Ik heb mijn bedrijf weggedaan. Ik had een winkel. Die winkel heb ik weggedaan. Omdat ik in een burn-out terecht kwam. Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, want ik ben heel erg zwaar geweest. Ik ben in totaal 145 kilo afgevallen, maar ik heb ruim boven de 200 kilo gewogen. En als je dat gewicht hebt gehad, dan ben je voor een verzekeraar een risico. En is jouw maandbedrag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is gewoon eigenlijk niet te betalen. Ik geloof dat ik iets van 600 euro in de maand moest betalen voor mijn verzekeringspremie. Dus ik had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik werd eigenlijk ziek, ik kreeg een burn-out, heb besloten om mijn winkel weg te doen. Had daarnaast nog wel een deel mijn webshop willen houden, maar bij de sociale dienst... Ik moest voor een bijstandsuitkering gaan. Wouden ze me niet aanvullen, maar wel een volledige uitkering geven. Maar dan moest ik mijn webshop wegdoen. Uiteindelijk heb ik mijn webshop weggedaan. En wat gebeurde er toen? Toen werd er gezegd, ja, maar u heeft nu zelf besloten om uw bedrijf weg te doen. U had inkomsten. Wij gaan u korten op uw bijstandsuitkering. Nou, je mag best weten, ik kreeg 627 euro in de maand. Dat was mijn bijstandsuitkering. Ik had op dat moment een huurhuis waar ik 700 euro huur moest betalen. Dus 8 maanden ben ik ziek geweest. Ik heb 8 maanden een bijstandsuitkering gehad. Dat is 8 maanden lang tekort iedere maand. En ik heb dus in die 8 maanden best een schuld opgebouwd. Ik zocht dus uiteindelijk, hè, ik kwam weer iets aan de betere hand. Ik dacht van ja, ik moet toch wel weer, ik ga weer wat ondernemen. Maar dat extra verdienen met crypto of wat dan ook, lokte ook wel een beetje. Dus ik ben toen gaan zoeken van, nou ja, wat is dat überhaupt? En hoe kan ik dus van die bitcoin meer geld maken? Want ja, dat zat er natuurlijk wel achter. Ik wou extra verdienen. Ik zeg altijd, trade met geld wat je niet kan missen. Nou, ik kon eigenlijk 50 euro niet missen. Maar ik dacht, in het ergste geval,
dan eet ik maar een aantal dagen bij mijn ouders. Of weet ik veel wat, ik doe maar wat minder boodschappen. Ik ga 50 euro investeren en daar koop ik bitcoin voor. Nou, 50 euro heb ik aan bitcoin gekocht. Op dat moment was de bitcoin iets van $1900 of zo. Nog geen $2000. En ik had een voor, hè, als ik dat nu zou bekijken, had ik best wel een mooi bedragje aan. Of een mooie hoeveelheid bitcoins. En vanuit daar ben ik aan de slag gegaan. Ik ben begonnen met een SPH-methode. Stabiliteit, prijs en paniek en herstel. Daar staat SPH voor. SPH-methode werd toen door Rolf van CryptoCoiners eigenlijk min of meer gepromoot in de markt. Nou, SPH sprak mij in eerste instantie aan omdat ik ooit een SPH-opleiding heb gedaan. Nou, dat is totaal iets anders. Maar dat sprak mij aan. Plus, Rolf was iemand die zich onderscheidde van de rest die bezig waren op YouTube met crypto. Hij was rustig, hij was wat ouder, hypte de boel niet zo op, legde alles rustig uit, wat dan ook. Dus ik ben dat gaan volgen en met die SPH-methode maakten wij gewoon trades met 5% winst. Hè? Dat was heel normaal in die tijd. En daar ben ik in het begin best wel hard mee gegroeid met mijn portfolio. Tot op een gegeven moment hij ook cursussen ging geven. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel zo'n cursus volgen. Maar privé kan ik dat geld daar niet in stoppen. Inmiddels was ik wel weer als ZZP'er aan de slag gegaan. En had ik een aantal opdrachten ernaast. Dus ik was niet meer afhankelijk van bijstand. Ik had daarnaast dus gewoon mijn inkomen als ZZP'er. Maar ik dacht wel van, ik wil cursussen volgen, want ik wil verdieping hebben. Alles wat gratis aangeboden wordt, kom je een heel eind mee. Maar het blijft vaak een beetje aan de oppervlakte. Ik wil verdieping hebben, maar die cursussen moet ik kunnen betalen uit de opbrengsten van mijn traden. Dus ik ging echt zitten en dan ging kijken, oké, wat kostte deze cursus? Nou, dat was dus een cursus van €100 of van €150. Dat bedrag ging ik opzetten of opschrijven en dan ging ik even omrekenen hoeveel trades ik daar minimaal voor moest doen. En dan ging ik in die week ging knallen. Dan ging ik gewoon zitten om die de bedrag van die cursussen bij elkaar te traden. Nou, dan had ik zo'n cursus bij elkaar getraden en dan ging ik zo'n cursus volgen. En dan was ik weer een stukje verder en zo ben ik eigenlijk gaan opbouwen. En in het begin, hoe moeilijk het ook was en hoe verleidelijk het ook was, niet opnemen van je budget. En maar laten groeien, 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 groeien. En dan had ik weer, natuurlijk in het begin ook, mijn opdrachten als ZZP'er waren natuurlijk nog niet gelijk fulltime. En ik heb geen partner die nog voor inkomsten kan zorgen of wat dan ook. Ik moet het alleen doen. Ik had natuurlijk schulden, moesten ook afgelost worden. Hoe verleidelijk het ook was om uit die cryptopot te pakken. Ik heb het niet gedaan. Ik heb de eerste periode heb ik dat totaal niet gedaan. En maar laten groeien, 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 groeien. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat ik eigenlijk in 2020 uiteindelijk zo'n portfolio had dat ik van mijn winst die ik maakte. Ik zeg altijd, ik ga dan uit tussen de 20 en de 30% winst per maand. Dat ik daarvan rond kon komen. Dat ik daarvan kon leven. Net wat ik straks zei. Een deel salaris, een deel risicopot, portfolio opbouwen en investeren. Dat dat eruit kon. En dat heb ik echt echt bij elkaar geschraapt. Continu. En zoals met die SPH-methode ook. 'S ochtends vroeg uit bed. Overal kijken van, moet ik alertjes zetten? Gedurende de dag reageren op alerts. Uitzetten. Op een gegeven moment kon je niet meer SPH traden. De markt veranderde. Oh, en wat toen? Nou, toen kwam dus de stopmethode. En dat was eigenlijk al wel een bekende of een methode die wel bestond, maar niet bekend was bij ons.
En Roelf heeft hem dus toen verfijnd naar de CryptoCoiners methode. En toen ben ik daarmee begonnen. En in het begin, dat was 2018 toen dat was, had je ook veel grotere winsten op een trade. Hè? Toen ging je echt wel, had je echt soms wel eens 2,5% winst op een trade. Maar je merkt gewoon nu gaandeweg is de markt anders geworden. We hebben nu behoorlijk een moeilijke periode achter de rug van de bear market. Dat ik soms nu maar 0,25, 0,35 winst had op een trade. Maar ja, die periode moet je wel door. En weet je, die periode dat je weer 2,5% winst hebt op één trade, die komt wel weer. Hè, als we straks gewoon volop in de bull market zitten en alles gaat maar weer klimmen, dan komt die periode wel weer. Volgens mij zit ik aardig op de praatstoel. En iemand zegt al van, kijk even, was dit geen instapmoment? Hier, nee, want beide lijnen zijn niet in oversold gebied. En hier komt de candle al niet meer onder de band. Maar wie weet gaat hij zometeen, heeft hij helemaal geen bijkoop nodig. Het zal wel jammer zijn, want dan zaten we met net iets meer in de trade. Ik kom helemaal niet meer zo nu door de chat heen. Oh ja, dat was de vraag van Harry. Marco zegt ook precies, daarnaast wat we swingtrades helemaal top. Hè? Die combineert dus de stopmethode met swingtraden. En Marco zegt ook, het gaat om je risico beperken. Hoe maak ik zo weinig mogelijk verlies? Dat is de insteek en dan komen de winsten vanzelf. Inderdaad, de Swie zegt ook, goedemorgen, ik heb mijn duimpje gezet. En Tony zegt van of 1 op 4 werkt, hè, wat ik straks had gezegd, hè, bijvoorbeeld 1% verlies en 4% winst, hè, bijvoorbeeld. Kun je achterkomen door de opportunity los bij te houden, oftewel bijhouden of en hoe vaak de 4% zou zijn gehaald. Intussen blijf je voor die 3% gaan. Ja, als jij bijvoorbeeld, en dat trek ik het weer even naar de stopmethode toe, als jij bijvoorbeeld zegt, je hebt nu bijvoorbeeld 100 trades gedaan op een verkoop van 0,7% en een stop loss op min 10. Als jij zegt, daar wil ik eigenlijk iets in veranderen, maar ik weet nog niet zeker of dit wel werkt. Stel je voor, ik wil mijn stop loss op min 5 zetten en ik wil mijn verkoop op 1% zetten. Maar ja, dan ga je in je logboek, je nieuwe volgende 100 reeks, ga je bijvoorbeeld 2 kolommetjes erbij houden. Eentje van stoploss op min 5 en eentje op verkoop plus 1. En dan ga je blijft gewoon traden op de manier zoals je deed. Bijvoorbeeld je verkoop op 0,7% zetten en je stoploss op min 10 zetten. Dan ga je kijken als zo'n trade afgelopen is van oké. Is bijvoorbeeld de plus 1, als ik hem op 1% zou hebben gezet, is die order ook gevuld? Ja of nee? Ja, krijgt het een vinkje? Nee, krijgt het een kruisje? Dan bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld mijn trade gezakt in prijs en is die bijvoorbeeld tot de min 5% gekomen? Ja, een vinkje of een kruisje? Dat is maar net hoe jij dat wil bijhouden. Nee. Kaart dat ook aan. En dan ga je kijken, als je die 100 trades hebt gedaan, van hoe vaak is het voorgekomen? Was het winstgevend geweest of was het verliesgevend geweest? Want kijk, een stop loss op min 5 zou ik misschien dan vaker uitgestopt zijn. Of juist helemaal niet. Of ik ben nu bijvoorbeeld 2 keer op min 10 uitgestopt. Nou, dan was ik anders op min 5 uitgestopt. Dan zit ik alweer, dat scheelt toch weer 2 keer 5% op mijn portfolio. En bijvoorbeeld zijn mijn verkopen allemaal doorgegaan naar plus 1. Dat scheelt per trade toch 0,3%. Is dat gelukt? Ja of nee? In hoeveel van de trades is dat wel of niet gelukt? En
ik zeg altijd, is drie kwart, is dat positief, heeft dat positief uitgepakt, dan kan je die serie daarna van die 100 trades, kan je zeggen, oké, okay, dan ga ik nu op de plus 1 traden. Of dan ga ik nu op de min 5% traden. En zo pas je continu jouw tradeplan aan naar aanleiding van wat jij ontdekt tijdens jouw traden. Dit doe je niet omdat je iemand op YouTube hoort zeggen, nou, we kunnen nu wel allemaal op plus 1 gaan traden. Of iemand zet in de chat neer, of op Discord, of in de Blij Academie, of noem maar op, van nou, maar mijn setup is dat en dat en dat. Kijk, dat werkt voor die persoon. Maar het hoeft voor jou niet te werken. Dus ga echt op je eigen analyse af. Inmiddels is het al 10:30 geweest en ik ben nog niet door de chat. Maar ja, Connie zegt ook van ik hou mijn logboek bij of die bijvoorbeeld de MA20 heeft behaald. Om te weten of ik iets moet aanpassen in de volgende 100 reeks. Reeks van 100. En Tony zegt ook, juist, inderdaad, statistieken liegen niet. Maar de markt verandert ook steeds. Dus je moet continu jezelf daardoor aanpassen met je methode. Inderdaad. En Tony zegt ook, ik handel al ruim 15 jaar en ik ben amateur data analist. Dit helpt enorm bij het nemen van beslissingen en of ik inderdaad moet aanpassen in een bepaalde periode. Wat nu werkt, inderdaad, dat zegt Connie, wat nu werkt kan de volgende maand juist voor verliezen zorgen. Daarom het logboek, het dagboek en continu bijsturen. Ja, sommige mensen kijken oude video's van mij of oude live sessies van mij en die zeggen ze, ja, maar Helge, je bent helemaal niet standvastig, want daar ging je voor 0,25% winst. Of daar kocht je op dat punt bij of daar deed je dit en je hebt de strategie veranderd. De strategie is precies hetzelfde. Alle punten van de strategie, daar kom ik niet aan. Die blijven gewoon hetzelfde. Alleen, ik pas me aan hoe de markt op dat moment functioneert. En of ik dan voor 0... Kijk, ik kan nu ook nog wel voor 0,25% gaan, hoor. Dan ben ik heel snel uit iedere trade. Maar die oude live trade sessies, waar ik gewoon nog voor 0,25% ging, was in een andere tijd van de markt, plus op een ander platform waar we geen fee hoefden te betalen. Als je met een bepaalde munt aan het traden was. En dat scheelt natuurlijk ook een heleboel. Dus hè, de strategie blijft allemaal hetzelfde, alleen je pas je continu aan. Ja, Connie zegt ook van, we hebben nu ook het Pint-script om alles uit te testen. Nou, inderdaad. Als we iets gaan veranderen, dan voer ik dat ook in het Pint-script. En dan ga ik kijken, eigenlijk backtesten. Van, heeft dat in de afgelopen periode, heeft dat tot winst geleid, ja of nee? Ja, en Tony zegt van, ik doe alles handmatig en test met de kleinste contracten. Ik gebruik zelf nooit scripts of dergelijke. Nee, maar als het ook je vak is, hè, of amateur data analist, dan leef je voor die cijfers. En dan kan ik me voorstellen dat je jezelf daar ook best wel heel erg in kan verliezen. En, maar dat je het ook heerlijk vindt om heel veel dingen ook uit te zoeken en zo. Marco zegt, respect voor je Helga, dankjewel. En Tony zegt, ik vind het leuk om anderen te volgen en ik vind het ook wel een leuk kanaal. Dankjewel. Het is duidelijk en helder en het is best uniek in Nederland. Nou, dat is ook wel een beetje onze opzet. Tuurlijk krijgen we ook wel de negatieve kant over ons heen. Hè? Van oma die aan het treden is of vrouwen horen aan het aanrecht in de keuken. Dat soort opmerkingen worden ook wel eens gemaakt. Maar goed, dan denk ik, ja, laat maar. Ik ben geen oma, want ik heb niet eens kinderen, dus ik kan ook geen oma worden. Maar ik word wel deze week 50.
En dat maakt mij niet uit. En ik ben vrouw, dus een vrouw van 50 die gewoon lekker aan het traden is. Daar haar geld mee verdient. En niemand, bij niemand haar hand hoeft op te houden. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, Connie zegt ook, niemand laat inderdaad live zien wat ze doen. In ieder geval maar weinig. En Connie is volgende week weer aan de beurt. Die gaat volgende week haar live traden weer laten zien. En even kijken. Michael zegt ook, zo herkenbaar het verhaal van jaren geleden. Jaren afzien, geen vakanties, niet iedere week uit eten, etc. Bijna alles investeren. Toen de tijd verklaarden mensen me voor gek, maar nu zijn ze jaloers. Nou ja, inderdaad. Dat is zo. Ik ben ook gewoon echt jaren niet op vakantie geweest. Puur omdat ik dat eigenlijk min of meer zonde vond van dat geld. Want ik dacht, ja, ik ga dat geld investeren, want ik zie hier een toekomst in. Nou, ik word zondag 50. En vrijdag begint lekker mijn vakantie. Dus ik ga er nu ook wel van genieten, nu het ook kan. Ja, Tony geeft ook nog aan, een succesvol trader vraagt zich niet af hoeveel hij kan winnen, maar hoeveel hij maximaal kan verliezen, inderdaad. Nou, veel respect, duimpjes. Zonder discipline wordt het niks. En onderzoeken hebben aangetoond dat vrouwen beter traden. Ik weet de bron even niet, maar het is zo. Ja, en Connie zegt al, komt vast omdat ze kunnen multitasken. Ja, nou, het is inmiddels al 10:45. Om 11:00 heb ik weer overleg met Karin. Dus dan wil ik altijd klaar zijn van tevoren. En dan wil ik deze opnames alweer op YouTube hebben gezet. En wie weet kom ik nog met winst uit deze trade. Want ik sta nu al wel weer op break-even. Ik laat deze trade gewoon doorlopen. Heb ik zometeen tijdens het gesprek met Karin. Dan kan ik altijd stiekem nog wel even deze trade afmaken. En vindt ze altijd wel goed. En zo niet dan toch, hè. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Donderdag weer een financieel blij live trade sessie. Die kan je volgen als je een bronzen abonnement hebt op financieel blij. Kijk daarvoor even op onze website. Dan kan je lezen wat je daar allemaal bij je krijgt en wat het inhoudt. Dan ben ik er nog. Dan ben ik er een week tussenuit. Dus dan gaat Connie jullie vergezellen. En ik wens jullie een hele fijne trade week. Ik hoop dat, wie weet, all-time high van Bitcoin wordt bereikt deze week. Maar dat hij dat gewoon heel voorzichtig zachtjes aandoet, zodat we lekker kunnen meetraden. En heel veel succes deze week. Hoop op mooie winsten. Hou je verliezen in de gaten, want dat is belangrijk. Hoop voor de rest op mooie winsten. En tot over, voor de maandag betreft, over 2 weken.